Nou, zoals jullie zien, lieve vrienden, zijn we weer in de desbetreffende winkel aanbeland waar Rijker heel graag mag komen. Want we gaan naar de dijk. Ja, dan kunnen we de zon in de zee zien zakken. En of die zist, ja, Joost mag het weten, ik weet het niet. Een hele goede middag. Het is 17 minuten over 12 en we leven op vrijdag 24 juli. Ja, mijn bril staat niet goed. Ik wens jullie als eerste natuurlijk weer een welkom bij een gloednieuwe vlog. Bij Corina Luisterburg die ook en mijn diertjes Rijka, Eowyn en Gandalf. Gandalf die is de hele nacht op de kletter geweest en die is nog nooit thuis. Nee. Ik weet ook niet waar die uithangt, maar... Ik zou het niet weten. Maar ja, misschien dat hij straks meegaat als het weer gaat lopen. We merken het wel. Maar in ieder geval, welkom nogmaals. En wat we gaan doen? Astrid Pijnakker die komt straks om mijn huisje weer schoon te maken. Wordt wel tijd, want het meisje heeft in principe bijna niks gedaan. Dus ja, dat was Daisy. Wel een lieve meid hoor, maar het is een rouwdouwer. In andere werkzaamheden, ja, in de bouw, zoals kozijnen maken, noem maar op. Dat vindt zij veel mooier, maar er is momenteel geen werk. En ja, ze heeft haar moeder moeten afstaan aan onze lieve heer. En nou hadden hun dus ook hulp van de zorg, van thuiszorg. Zij vond dat iets... terug moesten doen, ook dat die mensen tijd voor hunzelf een keer hebben, dat er eens een keer één op vakantie kon, etc. Ook al is dat thuis misschien, maar dat ze toch even wat rustig aan konden doen. En dan vond zij dat ze wat terug moest doen, daarom is zij er tijdelijk ook erin gestapt, maar het is niks voor haar. Oké, ja, nou doe dan ook niet, weet je. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles. Het is hier prachtig mooi weer. Ik zit er ook in zomers bij. Ik zie wel wolkjes, maar ach, dat boeit niet. Maar de lucht is grotendeels blauw. Het zonnetje schijnt. Wat willen we dan nog meer? De zon die schijnt. Nou, lekker toch. Toppie. Ja, gewoon heerlijk. Maar ik moet wel opschieten, want om 12:45 komt Astrid Pijnakker al. Als ik er niet was, zegt ook rustig aan doen, nou ja, dan doen we dat. Maar ik ga er nou wel vandoor en ik spreek jullie gewoon later gewoon wel weer. Ja, en ik heb weer een hoop te doen, want ik moet weer renderen. Ik moet de camera leeghalen, dat moet ik ook weer doen. En daar begint het weer op te stapelen, dus ja, een hoop te doen. Zoals jullie wel begrijpen. En... ik neem jullie ook nog mee, want ik wil ook nog weer naar Blokker toe, naar die dieren speciaalzaak. Ja, ik weet niet of ik een vlog kan, want ik legde me net aan, wie is daar? Ja, als die man er niet is, ik kan dan niet gaan vloggen. Nee, die vrouw wilde niet op. Dus ja, ik kan wel vloggen naar de grond. Nou, daar hebben jullie er ook niks aan. Nee, niet altijd naar de grond. Maar ik wil even wat halen, tenminste ik wil daar wat vragen. Of... ik wil weer even zien, ja hier. Ik kreeg van Karen en Roderick... hoe heet dat? Weet ik niet meer. Tos? Ja. Makkelijk. Blue Tree, lang, peterselie en courgette. Maar het zijn hondensnoepjes. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Ja, nou dat vindt ze lekker. En ik vind het zelf ruiken. Ik weet niet of er nog boeren ook kijken. Maar mijn vader heeft vroeger op een boerderij gewerkt en dan mocht ik wel eens met een paar andere kinderen, ook zijn eigen kinderen van die boer, mocht ik dan de koeien koeken gaan geven. Dat waren langwerpige koeken,
Die hadden ook ongeveer dezelfde kleur, ik had iets wat bruiner. En die moest je dus op je hand leggen. En dan slobberden die koeien dat wel eraf. En daar ruikt het naar. Ja, dat is wel komisch. Ik moest daarmee scheef. Dat vind ik niet leuk, weet je. Zoiets. Dus ja, daar ruiken ze naar. Ik kan er ook niks aan doen. Maar dat wil ik even meenemen en vragen. Verkopen jullie dat ook? Ja, het is toch een dierenspeciaalzaak. Ik had een kleine winkel, maar hij kent misschien ook bestellen. Dat hij het leuk vindt ook voor de andere klanten. Ja. Maar oké, ik zou zeggen geniet ze. En we komen later weer terug. Tot dan. Doei. Ja, lieve vrienden. Astrid is net een kwartiertje tot 20 minuten de deur uit. Ik heb Karen aan de telefoon gehad. Ik wacht nog eventjes op de programma van YouTube. Dat die klaar is. Om hem... ja, ik laat het wel even zien. Dan begrijpen jullie beter. Ja, dat moet nog eventjes verwerkt worden. Daarna kan ik hem sluiten en dan komt hij hier voor mij inzichtbaar. Maar voor jullie nog niet. Nee. Ewen die ligt daar lekker. Nou, ik heb het zometeen nog later nodig. Rijka die ligt in een mandje. Die gaat zometeen lekker mee. En jullie gaan daarin. In de tas. Ja, 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 ja. En dan gaan we lopend naar Verma Blokker. Ik maak reclame en ik word er niet eens niet voor betaald. Nee, potverdikkie. Maar het komt allemaal goed. Ja, zeker weten komt dat goed. Ik ga nog ergens op jacht naar. En dat is dat nieuwe pand wat hier in de stad staat. Ja, Halte Bellevue geloof ik dat dat heet. Het is nieuw. Ik zal eens even kijken, want Karen die had het mij gisteren toegestuurd. Nee, dat is een ander. Die moet ik hebben. Ja, Halte Bellevue. Dus ja, het was vroeger het stationgebouw. Die zag er zo uit van buiten. Dus dat hebben ze geëvenaard. En de binnenkant, ja, dat worden winkels, et cetera. Onder andere de slager die aan de ene kant zit, die gaat verhuizen naar de andere kant in de Bellevue. Nou, leuk toch? Maar ik wil proberen dus de mensen wat los te krijgen om samenwerking te doen. En dan hoef ik niet voor het betaald te worden, nee, maar gewoon leuk om voor hun reclame te maken. Ja, maar dan moet ik wel, ja... Maar dat mag nou nog niet. Nee. Dus dat doe ik ook niet. Ja, als ik er naartoe moet, dan zal ik het doen. Maar dan word ik er nog niet voor betaald. Nee, helemaal niks. Knop in jendo. Maar komt allemaal goed. Dus ja, we gaan gewoon door met die banaan. Oh, dat is verkeerd. Ik moet daar wezen. Hup, afsluiten. Nee, hij is nog steeds aan het verwerken, want ik moet de computer uitdoen, want die staat hier ook een beetje te brommen. Op een manier wat hij nog nooit... Ja, hij heeft het al een keer eerder gedaan. Toen kwam ik met mijn wandelstok er per ongeluk tegenaan. Ik denk nou dat Astrid met de stofzuiger er per ongeluk tegenaan is gekomen, nou bromt hij weer. Dus ja, daar wacht ik op tot dat klaar is. Dan kan ik hem uitzetten en als ik weer terugkom, dan gaat hij weer aan, ja. Dan zullen we verder kijken hoe en wat. Maar ik ga lekker die kant op lopen. Ja, maar dan moet hij wel even opschieten. Maar hij is nog steeds bezig. En daar baal ik een beetje van. Maar ja, oké. Okay. Wat doen we eraan? Twee keer niks. Nee, helemaal niks. Noppenjendo. Ik ga wel in ieder geval jullie zo vast in die tas doen. Dan heb ik dat maar gedaan en de spullen klaarzetten. Ja, dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik moet ook nog de zonnescherm omhoog halen. Want ja, het is meer bewolkt dan dat er zon is. Dus het helpt ook twee keer niks. A95% verwerkt. Nou doet hij het in één, heel snel. Maar oké, okay, ik zou zeggen, geniet ze en tot strakjes. Doei! Nou, zoals jullie zien, lieve vrienden, zijn we weer in de desbetreffende winkel aanbeland waar Rijker heel graag mag komen. Haar lievelingswinkel. Want ze ruikt weer van alles.
Hé, jonge dame. Ja. Maar ja, we moeten, ik wil daar even kijken. Dat zijn allemaal tuigjes. Want de dame die kan trekken als een tierenlier. Ja. En zoals Karen en Roderick, die hebben ook een anti-trektuig. En dat is niet van die smalle bandjes, maar net zoals wat ze nu om hebben. En dat kan er van boven wel aangekoppeld worden, maar ook van onderen bij de hals. En zoiets zoek ik eigenlijk ook. En of die dat hier al heeft, Joost mag het weten. Dus dan gaan we zo eventjes koekeloeren. Ja. Dus het komt allemaal wel goed. Dus er is toch bijna niemand in de zaak, dus ik kan even lekker snuipen. Hi. Durf je niet eens iets hi te zeggen? Wat verdikkie. Nou ja, oké, ik ga even daar kijken. En ik doe jullie weer even uit. Hallo lieve vrienden. Ja, we zijn alweer een enige tijd thuis, zeker te weten. Ik heb alweer een vlog in elkaar gezet. Die is nou met het programma bezig om in elkaar geplakt, gelast, gedaan te worden. Je weet wel wat ik bedoel. Daarna kan die naar YouTube toe. Ik ben zelfs nog aangeweest bij Ruud, maar die deed niet open. Die was niet thuis. Nee, ook Bibi was er niet. Dus waar die allemaal uithangen, ik weet het niet. Maar het zal wel goed wezen. Ik heb voor niks gelopen naar de dierenspeciaalzaak, want ze verkopen dat niet. Dat tuigje wat ik wil hebben, ze hebben wel een anti-trektuig, maar niet dat wat ik wil. Oké, okay. Dan houdt het op. Ja, dat is een hek pech. Ja, ik moet een goeie hebben en niet een slappe rotdweil. Nee, dan kan ik net zo goed een dweil onderheen binden. Ja toch? Ja. Maar oké, okay, het maakt allemaal niet uit. Het is gewoon nou, ja, gedaan en zaken nemen geen keer. Ik ben daar voor niks heen gestriebeld, maar wel even een lekker loopje gehad. Enkel het was toch warmer dan ik verwacht had. Dus ik heb op een gegeven moment mijn lange jas maar in het mandje geknikkerd en ik leg er nog in. Laat me lekker leggen. Vanavond zal ik het wel nodig hebben, vanavond laat. Maar ik heb enkel mijn dunne jasje aangehad. En zelfs dat was te warm. Dan heb ik de mouwen van omhoog moeten doen. Want ik dacht wel dat het hier dan weer te koud zou worden. Maar ja, oké. Okay. Allemaal gebeurd. En dat ik thuis kwam, heb ik lekker een bakje koffie gedaan. En nou ja, ik heb er wat anders erbij. Simpel, lekker. Had ik wel verdiend aan dat loopje. Want ik was mijn wandel-app die ik op mijn telefoon heb. De heenweg heeft hij de hele weg gedaan. Maar in de winkel had ik hem op pauze gezet. Dat ik weer wegging, was ik vergeten om hem weer van pauze af te halen. Maar ik heb een hele andere route gedaan op de terugweg dan dat ik heen liep. Dus ja, helaas pindakaas staat dat gedeelte er niet op en dat ik er pas achter kwam. Ik heb hem toen wel weer aangedaan, maar opnieuw begonnen. Ik denk, nou ja, laat maar. Ik begin wel opnieuw te lopen. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ja, een heel hark al gehad. Volgende keer beter. Loop ik het gewoon weer. Ja hoor, niks tegen. Maar in ieder geval, ik ben wel weer trots op mezelf dat ik dat hele eind weer gedaan heb. Ja. En nou ja, ik moet kijken. Want Karin en Roderick die zouden ook eventjes weg. Ik weet niet of die al thuis zijn. Die moet ik eventjes bellen. Want dan geef ik haar extra, en nog wat extra geld om die rolletjes voor Rijka te kopen. En wat extra. Of ze moet mij het adres geven waar ik het kan kopen. Nog ja. En ik moet zien dat ik zo'n tuig kan kopen wat zij ook hebben voor de honden. Ja, want Rijka die trekt soms de tijd en wij als een tierenlier. Nou, dat wil ik eruit zien te krijgen, want dat doet mij zeer in mijn rug. En ik ben bezig om maar af te leren om achter die vogels aan te springen, want ook dat verneem ik in mijn rug. Ja, dat doet zeer die ruk. Dan kan het soms zo onverwachts doen. Nou, hou maar op, denk ik dan. Nou, die beest, weet je. God die heeft die dieren ook op de wereld gezet om te mogen en te kunnen leven. En niet om mijn pijn te doen met een riem.
Maar ja, maakt niet uit. Het komt allemaal wel goed. Ze begint het aardig door te krijgen en ook naast de rollator te lopen. Dus het komt ook allemaal wel goed. Ze is nog jong, ze kan nog heel wat leren. Dus het komt allemaal wel goed. Maar oké, lieve vrienden, ik ga daar weer even verder. Het is 6:04. Ik moet ook mijn eten klaarmaken. En dat is al klaar. Ik moet alleen nog even opwarmen. En dan kan ik dat ook eten. Ja, toch? Ja. Maar ik zie dat er onder de aarde een beetje de boel schot scheef staat. Maar dat komt er met het schoonmaken. En vergeet je het weer recht te zetten. Je weet hoe dat gaat met hulp in de huishouding. Hoe goed je ze ook kent, hoe lief ze ook zijn. Het gebeurt toch anders dan dat je het zelf eigenlijk wilt. Maar ja, nou zal ik het weer even recht zetten. Want mijn knutselspullen staan er ook onder. Maar dan hoeft de rest niet scheef en krom en met een hoepel te staan. Nee. Dus dat zet ik zo eventjes recht. Kijk, met mijn voeten wel even doen, terwijl ik erbij zit. En dan komt dat ook wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en smakelijk eten als je nog eten moet. En tot later. Ik weet ook niet of ik vanavond nog terugkom. Kom ik vanavond terug? Dan hebben jullie geluk, kom ik niet terug. Hebben jullie pech? Ja, want ik vergeet het ook wel eens. En ik hoop dat het mooi weer blijft, want dan kunnen we vanavond even naar de dijk. Kijk. He, eventjes de zon in de zeesje zakken. Ja, ik heb enkel geen gedicht, maar dat boeit niet. Het is nou zo prachtig mooi weer, dat is even kijken of dat lukken wil. Ja toch? Ja. Maar ik heb geen gedicht, nee. Misschien dat het de plek in me opkomt, ik weet het niet. Maar ik ben ook bezig met andere dingen. Ik moet voor iemand een plaatje maken, maar dan moeten ze me wel even een betere foto geven dan dat ik heb. Ik heb nou niet een al te goede foto gekregen die ik moet bewerken. Nou, dat werkt niet fijn, nee. Maar oké, maakt niet uit, kan de pret niet boeien. Anders snij ik ze bovenlijfje af en die lijst ik weer in. Maar dat is niet helemaal de bedoeling van mij. Maar oké, komt goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet en ik spreek jullie later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik pak toch de camera maar weer, want het is nog steeds prachtig mooi weer. Dat we gaan naar de dijk. Ja, dan kunnen we de zon in de zee zien zakken. En of die zist, ja, Joost mag het weten, ik weet het niet. Maar het zal wel niet. Nee, want ik heb het al vaker meegemaakt. Maar ja, we gaan er toch even heen, want het lijkt me wel een heel mooi gezicht, toch? Als een afsluitertje van de dag. Ik zal even een tasje pakken, maar ik heb mijn stok bij me. Zo, want daar moeten jullie in een tasje, ja, dat doe ik altijd. En Rijker die ligt te wachten, zit te wachten, nee, ligt. En dan gaan we met de booster, ik ga niet lopen, nee, geen zin in om te lopen. Rijker met de booster, dus ik weet niet waar de zon nu staat, die staat nog vrij hoog. Ja, ik ken ook. Ja, ik ken desnoods ook wel lopend hoor, daar niet van, maar ik dacht eventjes ook een stukje te rijden. Ja, je weet het niet wat je ziet, hè. Daarom. Dus ik doe het lekker op de booster. Ja, kan ik het rustig aandoen en dan kan ik even een stukje rijden, kijken of er ook een duikertje is. Oftewel een zeehondje. Lijkt me ook leuk. Dat krijg ik maar niet voor elkaar, dat die tegenkom. Hoe vreemd wil je het hebben? Er zijn er genoeg die zo'n duikertje tegenkomen, maar ik niet hoor. Ik zie hem nooit. Ik zie er nooit niet eens. Nee, hoe vreemd is dat? Maar ja, oké. We gaan dan lekker vandoor. En ik zeg tot straks maar weer hoor. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer op de dijk aanbeland. En Rijke die maakt er helemaal weer vast om de booster heen. Kom. Ja, deze kant op. We zijn dus weer lekker van het uitzicht genieten. Daar komt, moet ik zeggen. Hij gaat niet, hij komt. Ja. En niet die goede oude zin. Nee, de Texelse boot. Ja. Dat die komt. Wat ben je allemaal aan het doen, malle meid? Hé, wat ben je allemaal aan het doen, dolle? Hé,
Wat ben je allemaal aan het doen? Rijka. Nou, en ik zie zelfs wat niks. Ja, de zon die staat nog hoog hoor. Ja, ik ben een vlogster. Oh, leuk. En hoeveel vloggen geeft u? Vanmiddag zag ik 280. Oh, nee. Dus kom maar op. Mijn YouTube-kanaal, wil je die weten? Oh. Wil je die weten? Ja. Corina met een J. Corina met een J. I-E. I-E. Ja, C-O-R-I-E-N-A. En de beestenboel. Met oké. Dat is mijn YouTube-kanaal. En u vlogt alles hier rond Den Helder? Ja, en in mijn huis gewoon. Oké, hondje. Hondje met poesjes. Leuk. Ja. Hé, Rijka? We zijn zelfs al op televisie geweest. Oh, nee. Bij ja, klopt. Ja? Ja. Oh, ik maak namelijk ook plaatjes, glitterplaatjes noemen ze dat. Maar ik noem dat giftplaatjes. Maar ook stilstaande plaatjes. Ben je nou allemaal aan het doen? Ja, maar we hebben iedere dag weer een andere uitkijk, hè, hier. Het is iedere dag weer anders. Ieder uur eigenlijk. Ja, mooi, hè. Ja. Ja, het is echt heel mooi en heel bijzonder. Nou, piepert. Piepert. Je bent een piepert. Je bent een... Je bent een piepert. Oh, niet aaien staat erop. Oh, mag wel hoor. We ruiken hem wel naar hondjes hoor. Ja, we hebben ook hondjes. Nee, enkel jullie handen zijn God, er nou God, op. God, hij kijkt helemaal zo van, oh jee. Ze is nog jong, ze is net afgelopen zaterdag een jaar geworden. Oh ja. Zo lekker blij. Zo lekker blij. Hey, schatje. Oh. Nou. Ja, de Roelie is niet van de honden, hè? Ze houdt niet van de hondjes, dat zie ik al. Kleine kindjes, vindt u leuk? Liever niet. Dit ja, nou, dan moet zij zelfs nog aan wennen. En kleine kinderen, moet ze ook nog niet veel van hebben. Nee, nee. Oh, kijk, zo. Hé, ja. Hé, Rijka. Nou, dat knap, als je dat allemaal in een filmpje kan zetten en... Ja, maar daar heb je een programma voor op je computer. Ja. Mijn dochter doet het ook. Ja. Ja, die is nou zelfs met iets heel moois bezig. Die woont in Den Haag. In Den Haag. Oh, okay. Rijka, kom. Ja. Nou, gaan we in de bus? Ja, het is, ik kom eigenlijk om de zon te zien zakken. Mooi, ja, dat vind ik heel mooi. Zo zien zakken en zitten dat hij doet. Maar dat hoor ik nooit, dat hij zist. Nee. We zeiden vroeger altijd, ga je mee naar de dijk, kan je de zon in de zeesje zakken en zissen dat hij doet. Maar je hoort het nooit zissen. Het is gewoon een fabeltje, maar het is wel een mooi gezicht. Ja, nou ik zal hem weer eventjes uitdoen, want... Veel genoegen. Duurt. Ja, dank u wel. Nou, en toen zag ik nog wat leuks. Allemaal vogeltjes daar, onderaan. Kan er niet dichterbij komen. Dat had Chrisje weer wel kunnen doen, maar ik helaas niet. Nee, dat durf ik niet aan. En ik heb Rijka bij me en die is gek op vogeltjes. Dat ben ik er dus aan het afleren, want ze moet daar lief voor zijn.
Ja. Ook al heb ik er nog zo'n hekel aan die kraaien, daar moet ze toch lief voor zijn, want dat zijn ook diertjes. En mooi, hè? Kijk, en daar nog twee. Ja, nou, dan proberen we weer even om te draaien. Ja. En kijk, die stralen van die zon onder die wolken vandaan. En het zonnetje, waar is die gebleven? Nou ja, daar dus. Maar wel een mooi gezicht, hè? Gaat dat straks hard, lieve vrienden? Heel hard. Dan moet ik weer even zoeken daar. Mooi, hè? Zo mooi. Wat gaan we doen? Onder mijn been door? Ja, tuurlijk! Snelle meid! Zo. Oh, ik ben nog ingezoomd. Ah. Wat vind je nou weer? Mag niet! Isabel, los! Los! Bah! Nee, geen stenen eten! Wat denk je? Stenen, dat schuurt mijn maag? Nou, ik vind dat niet fijn. Tante Pollewop. Nee. Nee. Is niet goed. Kom op. Nee, Rijka. Zo mooi. Nou, we gaan weer even een stukje verder. Rijden.